Burgemeester, kunt u mij vertellen wat hier gebeurd is vanmiddag? Ja, u ziet het achter mij waarschijnlijk. Er is een silo omgevallen, een bouwsilo, waarin cementkorrels zaten. Die is gaan glijden, waarschijnlijk door een breuk in de waterleiding, waardoor de grond zachter is geworden. Maar dat wordt natuurlijk verder nog uitgezocht. En ik kan vooral zeggen, gelukkig dat er geen persoonlijke ongelukken zijn gebeurd. Dat mensen het zagen dat het wankel was en auto's weggezet hebben. Dus erger is voorkomen. Maar de oorzaak moeten we natuurlijk goed achterhalen. Wat gaan jullie nu verder doen vanmiddag nog hier? Dat moet het bouwbedrijf bekijken. Ik denk dat de silo nog even wat opzij geschoven wordt, zodat men goed bij de waterleiding kan. Want op dit moment wordt een deel van de waterleiding afgesloten, omdat er bruin water zou zijn. En Brabant Water probeert dat natuurlijk vanmiddag op te lossen. En ik verwacht dat morgen of komende dagen die silo overeind gezet wordt of weggewerkt wordt. Niet vandaag nog waarschijnlijk. Dat is een kapotte waterlijn. Dat is een kapotte waterlijn.